Dag beste kiekers, welkom bij de derde aflevering van Met Sassendom TV aan de keukentafel. Ik ben er benieuwd waar Ans en Batsen vandaag op bezoek komen. Ja, Wieger, en daar ben je weer in uw mooie Westenholte. Hoe kan het toch anders? Je bent hier bij de hoogheid van de peperbusjes. En die zullen ze het hemd van zijn lieve vrouw, want we hebben nog wel wat dingen gisteren vooral, dacht ik zo. En ik ben hier natuurlijk niet alleen gekomen, maar daar snap je wel. Ik heb mijn vriend hier weer bij me. Mijn vriend die Batsen. Hij is er bij weer. Ha, Birgit. Hij is er bij weer. En we hebben onze Herman er ook bij natuurlijk, hè. Onze tweede cameraman. Onze nieuwe held, hè. Onze tweede cameraman. Met ons u de brand helpen. Nou, maar schiet, dan sta ik hier tussen de 36e cameraman en de tweede cameraman. Nou, dat moet er goed komen. Dus eigenlijk ben je zelf achter. Het giet gewoon helemaal goed komen. Ja. Denk je dat? Zullen we schieten of er wat thuis is? Kom maar. Batsen. Dat was ook wel, hè, koning inderdaad, nieuw thuis. Ja, hè. Hoi. Nu hebben we wel erin gekregen. Ik zal het hem laten zien op de foto straks. Nee. Ik hoop wel dat je thuis bent. Ja, dat hoop ik ook. Ja, er gebeurt wat. Goedenavond. Oké, dit is een ongeval. Ja, een klein beetje een ongeval. We komen eens even kijken naar de carnaval. Richard, hoe het gaat met de hoogheid van de peperbusjes? Ja, gezellig. Ja? Komt erin. Nou, fijn, dankjewel. Verrassend. Dankjewel. Ik hoop dat Sander ook thuis is. Sander is er ook. Goedenavond. Hallo. Hallo. Goedenavond. Hallo. Ja, dat is al even, hè. Niet opgehitten, hè. Alles is toch, Richard? Het is helemaal compleet. Ja. Hoe had het zo voor elkaar kunnen creëren? Toeval. Ze is er nooit. Nee, ze is er nooit. En nu wel. Nou. Zullen we nou eens even gezellig aan de tafel gaan zitten en dan eens eventjes wat u proberen? Even kijken of jij dan wat door kan zetten. Gaan we even zitten? Een bakje koffie erbij? Nou, eerlijk, een lekker bakje koffie aan de keukentafel. Dan kan jij dat bakje koffie zetten. De moeder heeft een kleur zetten. Ja, ik kan mooi neerzetten. Wie zit hier nou gezellig aan de eettafel, dus geen keukentafel, maar een eettafel. Lekker bakje koffie erbij, even bij Richard en bij Sarandra. Saranda. Vreselijk een mooie naam, maar om uit te spreken, zeker vroeg. Alles wint. En dat waren de hoogheden van afgelopen, nee, van nog een seizoen, hè, want het seizoen loopt nog, hè, van de peperbusjes. Klopt. Hoe kwam ze zo in één keer bij Richard? Ja, dat weet ik niet. Ik heb ze mezelf niet gevraagd in ieder geval. Ik denk dat ze gewoon hebben gekeken van, wie kan daar een beetje leuk voor de peperbusjes uitkomen. Kan een beetje goed carnaval vieren, een leuk feestje maken. Nou, dat sprak me allemaal wel aan. Nou, en dat was de keuze voor een adjudant was vrij... Die was vrij snel gemaakt. Oh, dat vrij moeilijk. Die was vrij snel gemaakt. Ik denk, mijn dochter die ging toch al overal naartoe en ik denk dat vond ze hartstikke leuk vinden. Als zij ook eens een keer lekker voor het voet ligt samen met papier. Ja, dat zeker. Ja, dat vond je wel leuk. Ja, hartstikke leuk. Ik heb genoten. Ja. En je hebt nog een dochter? Ja. Geen idee dat je bij jezelf dacht van nou die vraag ik er ook bij? Die viert iets met de carnaval, maar dat komt omdat ze nog heel druk was met school, afstuderen, stage lopen. Okay. Dus misschien nog een paar jaar, dat zei je dus een keer uit. Weet je nooit, hè? Nee, weet je nooit. En de avonden die jullie hebben gehad, hoe zijn die verlopen? Top. Ja, echt wel geweldig. We gaan altijd een eigen feestje vieren. Ja, ik mis het alleen, en dat vind ik wel jammer. Ik mis die opnames van jullie. Ja, dat kan. Dat als je zelf niet meer mag filmen. Nee, ja, er is wel gefilmd, toch? Ja, op Bielsen ben je er eigen op, toch? Het schijnt nog iets met licht geweest te zijn, wat misschien nu iets beter geregeld is. Ik weet het niet. Ja, we hebben nou een goede cameraman, die heeft een heleboel van het verstand van... Ik moest ook alles doen om van de film af te komen, dus ik zeg, moet dat licht, u? Ik zal hem wel helpen. Ik zal hem wel helpen zeggen. Ja, ik kon ook niet anders meer dan... We kunnen gewoon volgend jaar nog helemaal opnieuw doen. Ja, zeker. Ja. Wij blijven dat gewoon allemaal filmen, Batsen? Ja, nou nee, ik film het niet meer. Oh nee, je mag erbij lopen. Ja, nee, je mag het statieven vasthouden. Ja, daar ben ik goed in, hè, Rijzi? Ja. Goede statieven vasthouden. Maar de avonden die zijn dus hartstikke mooi verlopen natuurlijk. Ja. Voor jou dan? Ja, ik heb ook hartstikke genoten. Ook echt lol gehad en leuke contact onderling. Ja.
Ik heb trouwens de foto's van de optocht. Nou, ik heb je zien stralen daarvoor dat die waren. Volgens mij was dat een... Dat was wel een toppunt van het hele seizoen, ja. Ik zag je links en rechts en zo smaal. Richard, die kwam daarnet boven me, dus dat was ook helemaal mooi. Nee, het was echt leuk. Moest wel op het heen staan trouwens. Ja, hè? Ja. Anders geen verhoging voor hoe maakt. Nee. En waarom zijn jullie allemaal hier geweest? Want jullie zijn ook nog een keer naar... Nee, we waren op weg naar Duitsland, alleen daar was een zo laag sneeuwverwacht, die hebben we maar afgecanceld. Oké. We zijn dit jaar niet in Duitsland geweest. Nee, maar we gaan niet in gaan we, ja, twee, drie keer gaan we altijd naar Duitsland toe. Oké. Dat is altijd wel leuk, zeer kleurrijk, groots opgezette feesten. Nou, een aanrader hoor. Ja. Super gezellig. Ben je ook mee geweest daar? Nee, ik niet. Ik ben sommige feesten met Duitsers, dan moest ik helaas werken, dus kom niet mee. Nee, ja, daarom vind ik het zo leuk dat je er nog vanavond bij bent. Want je werkt veel? Ja, normaal is het wel een koopavond, maar omdat we een nieuwe collega hebben en ik toch best wel veel gewerkt heb extra, dan is het van ik ben vandaag, vanavond ben ik vrij, morgen lekker dagje extra vrij. Dus. Hoe kun je dat zo goed kiezen? Hè? Maar wie hebben we nog wel eens mazzel? Jawel. Hoe kunnen we onze goede productieleider, die regelt het allemaal. Ja, dat geldt dat. Nou, is dat een productieleider? Ik heb beurt in de bussen dat die dat bent. Oh, ben ik dat? Oh. Die bent in jouw regel. Nou ja, dank u wel. Dat je zo vriendelijk voor mij bent. Je bezoek kan toch anders, hè? Jazeker. Ja, ik zal de rekening wel om. Nee, dat vind ik fijn. Maar we komen voor de perplussies. Nee, je begint ermee. Nou, ik luister wel mee. Stel je nou weer eens in van hoe intelligent te vragen aan die mensen. Nou, ik ben wel nieuwsgierig. Ik ben weer aan het lullen, man. Ik ben wel nieuwsgierig waar deze over. Heb je aan mij vooral? Ja, maar je kijkt me aan. De biertong gaat dicht en dat is toch jullie dat is een gedeelte van jullie residentie. Ja, van jullie hebben de stad ook nog in, geloof ik. Klopt. We hebben een residentie in de binnenstad verbruut. Dat is met name voor de carnaval zelf. En af en toe wat buiten carnaval een paar avonden. Maar ja, buiten de grote feesten van ons, ja, die vinden plaats in de bierton. En daar hebben we nou een uitdaging. En daar zijn jullie al druk mee doen dan? Ja, uiteraard. Maar nog geen witte rook? Nog geen witte rook. Nog geen scoop? Nee. Ja, jammer hè? Nee. Ja. Geen primeur? Ja. Nee, dat valt dan weer tegen. Nou, maar dat was toch niet Grieken. Gert, die heeft geen tien om dat nu gelijk te monteren en wel nu te zenden. Nee, dat scheelt hartstikke druk. Maar we zijn morgen ook nog niet klaar. Oh. Nee, maar dat is dan een aderlating. Maar jullie zijn niet de enige club. Nee, de Tonnensotten zitten erin. Met beide feesten, Capelle Festival. Eileuvers zitten erin. Svendag van Sassendom TV zit erin. Ja, maar er zitten wel veel meer verenigingen. Maar ook de carnavalsbeurs bijvoorbeeld zit er ook in. Ja, je hebt wel een uitdaging. Ja, en zoveel grote zalen zijn er niet. Nee, een groot gat en ook die zo makkelijk zijn als... Klopt, maar Theo deed veel hoor. Ja. Ja, en ook qua bouwlocatie. Jullie waren er aan bouwen, de Tonnensotters waren er aan bouwen. Klopt, ook daar hebben we een uitdaging. Ja. Gelukkig hebben we onderdak voor de wagen, maar het bouwen, dat wordt ook nog een probleem. Oh, nou snap ik hem. Het bouwen van de wagens. De bouwcommissie. Ik dacht dat jullie bij Bakker aan bouwen waren. Om bakken met die op te peppen. Nee, dat dan weer niet. Oh, nee, maar daarom stopt hij er al mee. Nee, nou snap ik het helemaal. Eigenlijk meer geholpen met de paalwagens? Nee, dit jaar niet. Nee? Nee. Je bent niet zo'n handige klusser dat je... Maar... Nee, toch niet. Worden jullie betrokken bij de bouw van de wagen? Want in sommige verenigingen wordt dat tot op de laatste dag aangehouden. Ja. Nou, we zijn wel een keertje bezig kijken, maar echt mee geholpen hebben we niet. Nou, we worden wel betrokken, je hebt wel de keuze, maar wil je een echte prinsenwagen of wil je een themawagen? We hebben een mooie traditie weer in gang gezet, wat we ook altijd bij de Eilevens hebben gehad. Is even de hoogheid, kom even bij de bouwers kijken, even een kratje bier meenemen. Ga ik bouwen in de week? Die niet, die heb ik nog niet. Maar dat is voor de volgende week. Ja. Ja, we willen niet alles tegelijk in willen. Nee, rustig. Begin met een kratje bier. Ja. Ik denk dat we dat ook maar eens met hem doen. Ja, geen kratje bier met hem, maar een keer naar zo'n avond toe gewoon. Ja, heel goed. Als zo'n prins erin giet met een kratje bier, als je dan weet van de prins giet naar zo'n paalwater, dan moet ik ook maar zijn. Ja, dan kun je weer de gakbal met hem, maar dan vergeet daar wel een adresje voor. Ja. Hij is sowieso opheer en niet binnen. Oh, Gert is niet van de gakbal, man. Nee. Maar, je had het over je drukke werkzaamheden. Wat voor werk doe je dan? Ik werk in de kapsalon. In de kapsalon? Kapsalon, ja. Ik had toch wel voor schieten. Ja. Hoe kun je dat anders vragen? En de moeder dat precies zo... Ja, die werkt in de kapsalon, hoor. Nee? Nee, die werkt in de kapsalon. Nee, ja, ik las helaas, die hebben een andere uitdaging. Ja.
Klopt. Die de examen nog is had. O jee. Ja, dat is ideaal. Dat is de enige dagen op, of de momenten op de dag dat ze naar me luistert. Dat is zo mooi. Maar ik heb de mond voor dit doen. Ik kan me daar niet voorstellen. Volgens mij is het wezenlijk stil. Is die dan weer met de vinger hoor? Ja, ik kan me niet voorstellen. Maar ja, goed, hij zegt dan. Nou is het seizoen afgelopen. Een heel leuk seizoen gehad, misschien wel. Dan gaan we naar het einde. Klopt. En hoe gaat dat bij jullie met die verkiezing? Hoe was zo'n wens? Hebben jullie daar een commissie voor? Of? Ja, we hebben daar een commissie voor. Een drietal mensen binnen de pepperbusjes. En die zitten gedurende het hele jaar zitten ze allemaal te kijken van ja, waarvoor mensen zouden wij zo daarvoor een aanmerking kunnen zijn? En wie zouden we eens kunnen vragen? We hebben altijd wel een paar mensen op het oog, maar ja, we moeten even kijken van wanneer komt wat uit bij iemand. En is dat dan iemand vanuit de club of trekken jullie wel eens van buiten af? Het zijn op dit moment drie mensen binnen de club. Nee, maar die jullie dan benaderen worden als hoogheid benaderen, ook wel eens van buiten af. Dat hebben we wel eens vaker gehad. Als er een goeie is binnen de club die het wil en die op dat moment ook in aanmerking komt, ja, die heeft voorrang uiteraard. Maar ook voor buitenstaanders, prima, mogelijk. Ja, sommige verenigingen ook, niet. Ja, goed. De spoeling wordt dun, dus ja. Ja, mensen kunnen aantrekken van buitenaf. Dat is helemaal goed voor je club. Klopt. En vooral jeugd, hè? Ja, met name jeugd, hè? Ja. Daarom heb ik daar ook bij getrokken. Ja. En ik breng de gemiddelde leeftijd wat omhoog. Ja, dan moet weer gelijk naar de middelen. Ja. Gelijk de lijn. Ja. En dan volgend jaar inderdaad van 11? Ja, ik heb wel geen idee. Zet je al in. Oh, is het zo? Oh. Het is geen scoop, maar ze zit erin. Het was een strikvraag. De man achter de kamer wordt er heel zachtjes gefluisterd. Zit erin. Dus nou ja, goed, dat is allemaal geen verrassing meer. Nee. En wat regelt zo'n raad van alles bij jullie? Is dat alleen maar mooi zitten en achter de hoogheid? Ja, gaat op en ligt eraan als de hoogheid alleen is, dan lopen we zelf achterna. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon lekker rondlopen. En af en toe de hoogheid wil assisteren. Eigen feestje ook vieren. Dat vooral. Ja. Maar als nu als adjudant zijn, van jullie was het ook adjudant, hè? Presidenten. Dat is dus samen met de knieënbeltes de enige twee die dan een president hebben. Of presidenten. Ja, want de rest is allemaal geloof ik adjudanten, hè? Ja. Hij verschrikkelijk veel moet lopen om een toon te houden, of? Af en toe dan stond ik naast hem en was hij binnen 5 seconden aan de andere kant van de zaal, letterlijk. Maar het is ook vaak genoeg van dat we iemand van de verenigingen achterna liet gaan, dat ik zelf ook even een beetje mijn gang kon gaan. Ja. Even een moment voor jezelf. Ja. Te vaak. Nou, we hebben jullie heel vaak gezien, maar ik zag er heel vaak in het rond te kijken, hoor. Nee. Want wat is er weer? Was hij weer op de vlucht? Dat doe ik nooit. Nee. Maar jullie hebben nu alles in de zon gehad, of zijn jullie ook nog? Nee, we zijn ook nog in Snik geweest, 's middags bij de receptie, bij de jubileum. En we zijn nog bij Dedersvaart geweest, bij de Oende. Veenekloeten. Daar zijn we ook nog geweest, dat was ook een heel mooi feestje, dat was 's avonds nog. En voor de rest zijn wij in Doetinchem. Langerakkers, Doetinchem, daar gaan we altijd naartoe. Oké. Okay, en voor de rest. Dan zijn dat de vasten waar jullie altijd heen gaan? Sneek sinds vorig jaar, Doetinchem sinds een aantal jaar. Daar hebben we ook onze contacten met de Duitse vereniging allemaal lopen. Maar jullie zitten ook aangesloten bij de FEN, geloof ik? Ja. Zeg maar, die faciliteert dat voor jullie of moeten jullie er echt zelf achteraan? Nee, je moet er wel zelf achteraan. Maar daar zitten natuurlijk, die kunnen ons natuurlijk wel introduceren bij diverse verenigingen. En ga wel, je zorgt wel voor uitnodiging, zo zijn we ook uiteindelijk in Doetinchem terechtgekomen, waar ook Duitse verenigingen komen. Want daar moet je als eerste zijn waar de verenigingen komen. Ja. Dan moet je zelf de contacten gaan leggen, dat moet je zelf doen. Maar bij de venten moet je toch ook over en weer twee keer per jaar sowieso naar een andere club, toch, geloof ik? Dat was in het verleden? Weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Nou, dan moet je Joop maar eens vragen, die weet dat. Joop Hofman? Ja. Is hij dan bij de fan? Daar zat al, die weg bij toch? Ja, maar ik weet niet. Maar je hebt twee verschillende, hè?
Ja, je hebt hier Fan Europa, Fan... Ja. Twee federaties heb je. Ja, dan moet je echt onze secretaris vragen. Die zit er zelf ook in, die is president daarvan. Die weet dat prima. Voor mij is het allemaal fan. Ja. Fans. Ja, ook. Van EDM bij fans. Ja, fans. Ja. Allebei. Nee, dus bij Nijmegen, gaan jullie daar ook heen? Zijn jullie er ook geweest? We zijn er niet geweest. Ik ben één keer geweest. Als je in Duitsland bent geweest met feesten, vind ik het veel veiliger dan in Nijmegen. Ja. Als hoogheid, toen mijn vrouw hoogheid was, ben ik dus voor hoffotograaf toen mee geweest. Dat is achter de schermen eventjes leuk, maar voor de rest vond ik het niet zo heel veel bijzonder. Ik word nou een beetje groots, ja, een beetje meer van hetzelfde. Ja, het is toch wel ontzettend druk. Je bent dus twee jaar geleden ook geweest. Klopt. Ik ben er vorig jaar ook geweest. Ja. Ben je vorig jaar ook geweest? Ja. Toen ik geen camerabeelden hadden zien, hoe kan dat dan? Ja, dat stond erop, want jullie niet meer alleen nog. Nee. Ja, maar je leed onder ziekmoes, dus dat kon niet. Ja, nee, maar ja, Gert dan. Nee, Gert giet niet zonder mee. Ja, dan zie je er gewoon nou weer. Gert giet niet zonder mee, dat doet hij niet. Hij durft het niet allemaal met de woorden in te gaan. Nee, dat heb ik in de gaten. Dus dat doen we niet. Maar jullie gingen toch ook altijd in de zomer nog naar zo'n bootreisje? Tenminste, denk ik nou wel eens foto's van voorbij zien komen. Ja, dat was niet in de zomer, dat was ook in het carnavalseizoen. Oh. Ja, wacht even. Ook in het zomercarnaval, jazeker. Ja, je hebt gelijk. Twee jaar terug zijn we daar ook geweest. En ze zijn ook druk bezig nu met een zomertenue. Als het goed is, wordt dat zaterdag met de jaarvergadering vastgesteld. Want we zijn er toen wel achter gekomen en het was geloof ik 30 graden. Dat was erg heet was carnavalspakken. Dus uitnodiging voor van de zomer hebben we volgens mij alweer binnen. Maar dat nogmaals, ik zit niet zo goed in het seizoen dan. Maar wat is dat voor soort feestje dan? Dat is een rondvaart op een open boot met een aantal verenigingen erbij. Zelf ben ik niet geweest. Maar het scheen toen heel gezellig geweest te zijn. Ja, nou, de foto zag in ieder geval. Het ziet er altijd wel gezellig uit. Ja. En je bent daarnaast buiten het carnavalseizoen nog even ergens mee bezig. En niet alleen maar tussen november en februari. Ja, vaak in ieder geval, ja, nou, hè, als woensdag klaar, evaluatievergadering en dan. Dan heb je ook nog alle vasten. Hij ook nog, alle vasten. Ja, maar dat gebeurt niet zo heel veel meer dan. Vreemdelijk in de kroeg. Nou, in de kroeg was het nog. Ja, maar vanuit vereniging bedoel ik. Nee, vereniging niet. Nee, dat is dan geen zomertenuutje. Een minirokje, een kuitenbroek. Dat denk ik niet. Oh, dat is wel leuk. Het is eens een keer weer wat anders dan die hele lange gewaden. Dat wel. Nou, dat bedoel ik. Ja, maar dat is wel nog wat voor, hoor. Ben je zelf nog wat? Ja, weet ik niet. Ik heb me niet voor kunnen bereiden. Je komt je binnenstuigen. Ja, je hebt nog wel een vrouw met haar hoopje. Maar Richard, wat was jouw hoogtepunt? Een goede vraag. Ik vond eigenlijk alles één groot hoogtepunt. Ik vond alles eigenlijk mooi. Zowel het opkomen als alle feestjes waar je allemaal hebt. De voorbereiding daarop, ook dat is heel leuk. Iedereen die om tien veel zenuwachtig wordt, moet je niet naar achteren. Ik zeg, ik heb nog 20 minuten. Ja. Het makkelijkste is dat je hoog bij hoogheid bent, wacht gewoon af, iedereen wordt zenuwachtig en jij niet. Nee. Op een gegeven moment echt niet anders kan dan zeggen, nu moet je meekomen, kom er al. Neem een biertje erin. Ja. Dat is makkelijk. Ja, maar anders vraag je ook hoe eerder hij weggaat, hoe eerder hij je vraagt. Ja, of je komt er helemaal niet, kan ook nog, hè. Dat kan ook, ja. Ja. Ja, je kunt ook zien als Lex van Oelewappers. Je kunt via de achterkant op in vergeten alleen de gediendichten te doen. Ja, kleinigheid jooi altijd. Maar goed, dat is het leukste. Maar zoals de onderlinge contacten, dat blijft? Ja, dat blijft zeker. We hebben na carnaval zijn we al eens een keer Van de Valk met de brunch geweest met z'n allen. Dus super geslaagd. We hebben gezegd, dan houden we erin. Ja. We hebben een aparte appgroep, we hebben elkaar ook allemaal op Facebook. En we zien elkaar nog vrij regelmatig, want er kwam toch een substantieel deel uit Westerholte. Okay. Dus ook in de plaatselijke supermarkt hier kom je nog af en toe wat hoogheden tegen. Ja. Maar dat is ook alleen maar leuk. Ja. Toch? Ja, absoluut. Dus dan krijg je straks natuurlijk van zomer de barbecues, allemaal bij elkaar nog uitgenodigd. En dan gezellig toch? Ja. Ja, dus dat zit er nog wel in, al die barbecues? Ja, zeker. Ja, ik vind het een goed idee. Gooi we zo even op de app zo. Ja, nee. Kijk. Ja. Als een tip van, hè? Ja. Ja. Ja, ik zet er nog wel bij. Tip van Hans. Ja, waar komen jullie filmen? Moet ik er nog wat voor zeggen? Ja, nee. Dat was ik knip.
Nee, ja, nooit staat niks meer aan, hè. Maar nee. op een andere manier doen, ja. als gratis. Je ziet Hans broeien, hoe kan ik dat nou leuk brengen? Nee, ik had net als die denk alleen maar, ik denk ervan, ik zal, want omdat Richard even natuurlijk aan het woorden is, ik denk, nou, dan zal ik het helemaal aan Sananda vragen. Ik denk van de vrouw waar de eerstvolgende barbecue plaats gaat vinden. Maar als je dat weet, dan moet je ons even appen en waarschuwen. Want als Gert dan in Nederland is, dan hangt het ook weer dan af, want die jongen die dan wel eens fly away. En dan kom je een keer filmen. Ja, ik vind het goed. Als we een datum weten, dan... Als het niet op 6 juni is. 6 juni? Nee, daar heb ik nog een scoop van, hè. En Gert? Gert? Je hebt nog een scoop. Oh. Nou ja, dat is niet op 6 juni. Nee. Oké. Nee, maar barbecue doe ik niet op 6 juni. Dat doe je nou, wel, dan kom je nog later. Dan kom je nog wel achter. Nee, barbecue doe ik dat later. Als het warm is. Als nou mooi weer is. Ja, dat is waar. Ja, wie had het wel op? We kunnen het ja. lekker gezellig in de tuin. Nee, maar het is aan de keukentafel, hè. Maar, wonen jullie nog wat kwiet? Nee, ik niet. Nee, we doen zelf al de groeten. Ja, nou ja, dat doen we sowieso in mijn camera doen. Allemaal de groeten doen. Ja. Allemaal de groeten nog. En op weg naar een volgend heel geslaagd seizoen. Nou, dat bedoel wijze worden. Wijze worden. Dus dan weet Wieger dat ook. Ja, dat we brengen er maar een dan Wieger. Het is afgelopen gezellig. We hebben lekker maar geen koffie te doen aan het gesprek aan de tafel. Ja, dat is het mooiste wat er is. Ja, gewoon op lekker zuur en zwetsen met elkaar. Ja, ja zuur en kuren, dus dat ging het niet meer. Nou, Baatse. Kijk nog eens niet nou, ja? Toen hadden Wieger. Oh ja, ik doe het. Wieger, tot de volgende keer, jongen. Hai. Hey. Nou, jongens, bedankt maar weer. Hè. En tot de volgende keer.